Het MKB in Nederland is de backbone, de ruggengraat van onze economie. Zij vormen met elkaar de belangrijkste basis voor onze welvaart en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen heel veel zelf, maar ze kunnen niet alles zelf. Ook de overheid kan wat doen, kan samenwerken en kan ondersteunen. Dat doen we heel graag en dat doen we graag op zo'n manier dat zij er het meest aan hebben. En ik ben hier vandaag, zoals iedere maandag als ik op bedrijfsbezoek ben, om naar ondernemers te luisteren en kijken hoe we als overheid ons werk nog beter kunnen doen. U vertelde dat u de drempel om werknemers aan te nemen lager wil maken. Waarom wilt u dat en hoe wilt u dat doen? Nou, het is heel belangrijk dat ondernemers zich vrij voelen om mensen aan te nemen als ze die nodig hebben. En ondernemers zijn terughoudend omdat ze bang zijn dat ze niet op een nette manier afscheid kunnen nemen van hun medewerkers als dat nodig is. Dus we moeten zorgen als overheid dat alle goede bedoelingen die wij hebben om werknemers te beschermen, dat het er niet toe leidt dat mensen niet in dienst genomen worden door ondernemers. Dat is nog niet goed genoeg gelukt en daar zullen we de komende jaren beter moeten doen. Dat is een van de uitdagingen waar we voor staan. Is ook typisch voor Nederland. We kijken altijd waar dingen beter kunnen en dat proberen we vervolgens ook voor elkaar te krijgen. Oké, hartelijk dank.